Dus wordt 2019 het jaar van de crypto? Hij wordt in ieder geval beter als 2018. Absoluut. Hey, welkom bij de Opencast. Ik ben Chris. Ik ben Benny. En wordt 2019 het jaar van de crypto? Ja, dat is altijd moeilijk voorspellen. Hè? Dus dat is ook wel een beetje waar dit is, hoe dit filmpje is opgebouwd. We gaan natuurlijk wel feiten en wat dingetjes erbij halen. Maar het blijft toch een verwachting van die voor iedereen persoonlijk anders is. En ik denk dat we gewoon interessante puntjes erbij halen. Ja, en ik denk dat we niet zozeer uitgaan van een voorspelling nu, maar van feiten. Nee, geen prijs. Het gaat gewoon puur om feitjes. Wat gaat het worden? Puntje 1 is denk ik sowieso dat 2019 een beter jaar wordt dan 2018. Ja, in mijn ogen. Is die verwachting heb ik ook. Ja. En dan heb ik het niet over, want in principe was het 2018 jaar op jaar. Dus als jij vanaf 2017 naar 2018 ging, was het best wel goede gains. Alleen heel veel mensen hebben natuurlijk last gehad van die eerste spike in 2018. Ik denk dat het hele jaar 2019 in dat opzicht een beter jaar wordt. Dat denk ik ook. Zijn we het toch gelijk eens? Zeker. Nee, daar zijn we het zeker over eens. Nee. Ik denk inderdaad ook dat het in dat opzicht een beter jaar gaat worden. Maar er zijn wel een paar dingetjes die we mee moeten nemen. En dan hebben we het over zowel positieve dingen als negatieve dingen. Ja. 2019, die kan gaan bouwen en doorborduren op eventuele verdiensten van BACT. Hoe je het wil zeggen. Gaan eind dit jaar, 2018, dus live. 12 december, als het goed is. En de effecten zou je misschien inderdaad 2019... Moet het allemaal gaan gebeuren. En dat is vrij laat in 2018. Dus ik denk dat we daar wel een groot gedeelte van meenemen in 2019. Uiteraard, eind december komt de herziening op de ETF. Waarschijnlijk weer een uitstel. En gaan we daar waarschijnlijk dus bericht over krijgen in 2019. Naar alle waarschijnlijkheid lijkt dat een goedkeuring te moeten gaan worden. Dat is tenminste waar we allemaal op hopen. En dat er een ETF aan moet komen, daar is iedereen het wel over eens eigenlijk. Dus waarschijnlijk gaat dat in 2019 gebeuren. Dan hebben we ook nog de negatieve kant eigenlijk. En dat blijft toch wel Tethergate. Ik voelde hem al aankomen. Die moet ik doen. Als ik het over Tether heb, krijg ik nog steeds zo'n gevoel altijd. Maar ze hebben de laatste tijd wel weer waargemaakt dat ze de stablecoin zijn nog steeds. Dat is gewoon een feit. Ja, dat wel. Sowieso totdat er fiat pairings aankomen. Dat is eigenlijk ook nog een puntje dadelijk. Ja. Blijft de vraag naar Tether blijft toch bestaan. Ja, en daarnaast is de vraag natuurlijk wel, als de bitcoin het echt gaat doen, hoeveel mensen gaan dan naar die stablecoin toe? Ja. In de vorige boeren zagen we dat het gebruik van Tether in vergelijking tot nu wel een andere verhouding had. Ik denk, zolang er nog geen andere optie is, blijft de vraag naar Tether blijft bestaan. Dus dat blijft boven de markt hangen. Ja, inderdaad. Maar zoals we nu al hebben gezien, de Tethergate de afgelopen tijd kan voor onverwachte prijsactie zorgen. Ja, absoluut. In verband met de zenuwachtige trekjes rondom Tether. Een hoop Tether weer gevloeid naar Bitcoin, waardoor we spikes kregen in Bitcoin enzovoort enzovoort. Iedereen heeft dat denk ik wel meegekregen. En naast het hele Tether verhaal, nog een verhaaltje waar we eigenlijk ook niet omheen kunnen. Maar hoe dat zich gaat uitpakken, dat weten we nog niet. Want het kan net zo goed zijn dat de markt dat wel absorbeert. Mt. Gox? Ja. Er staat nog een groot aantal coins open. Die worden eigenlijk weer verdeeld onder de mensen die een paar jaar geleden hun vermogen zijn kwijtgeraakt. En de vraag is meer hoe dat in zijn werk gaat. Hoe ze die funds terugkrijgen en hoe dat dan op de markt wordt gedumpt, laat ik maar zeggen. Ze krijgen, als ik het allemaal goed begrepen heb, gewoon nog steeds. Had je toen 300 bitcoins gekocht, ik geef maar even mijn mond een gooi, dan krijg je nu ook 300 bitcoins terug. Ja. Alleen die bitcoins zijn natuurlijk nu heel anders van waarde. Want in die periode waren ze geloof ik rond de $300 waard. En op dit moment weten we allemaal waar we staan. En als je dan je 300 bitcoins ineens voor 6400 kan verkopen, dat is wel even een heel ander verhaal natuurlijk. Ik vermoed ook wel dat er best wel flinke aantallen verkocht gaan worden. Dat denk ik. Maar ik denk ook wel dat er best wel grote partijen bereid zijn om die coins eventueel op te kopen. Dus hoe dat
zich gaat ontpoppen. Dat vind ik nog best wel heel vroeg om aan te geven. Ik denk dat we dat met de tijd gewoon moeten gaan bekijken. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Dan. Field pairings. Field pairings, ja, daar zitten we op te wachten. We zitten echt met zo'n tromgeroffeltje echt te wachten wanneer die aankondiging er komt. Het afgelopen jaar is er heel veel besproken wat betreft field pairings. Binance heeft zelfs aangekondigd hard bezig te zijn, dat is ook alweer een aantal maanden terug, om dat dit jaar nog voor elkaar te krijgen. Ik moet zeggen, rondom Binance en field pairings is het redelijk stil. Maar Bittrex is wel redelijk aan de weg aan timmeren wat betreft field pairings. Maar... Ja, dat is het probleem. Er zijn nu al een soort van fiat pairings. Mm-hmm. Alleen daar zijn zoveel regels weer aan verbonden. Of ze zijn, worden aangeboden door hele kleine exchanges. Of je hebt weer superveel geld nodig. Dat is nog niet de fiat pairing die wij bedoelen. Waar wij op doelen. Dat moet gewoon... laagdrempelig, dat moet eigenlijk makkelijk. Eenzelfde soort vorm zijn als wat we op Kraken zien. Hè? Gewoon direct naar euro's kunnen of direct naar USD kunnen. Net zoals op een Coinbase bijvoorbeeld. Gewoon direct zeggen, oké, ik doe nu mijn bitcoins weg, bam, euro's, klaar. En wil ik dat naar mijn rekening storten, boom, stort maar naar mijn rekening. Gewoon dat is waar we naartoe moeten gaan. Wil ik crypto kopen vanaf mijn rekening, bam, euro's naar Binance. En dan bitcoins kopen, bij wijze van spreken. Dat is de... Dat bedoelen wij. Dat is het gemak waar we naartoe willen. Ja, dat is wat ik zie in een fiat pairing. Ja. Wil ik ze morgen kopen, ga ik naar mijn ING, stort ik geld naar Binance, koop ik gewoon crypto en andersom ook. Dat is waar je uiteindelijk naartoe wil. Goed, dan altcoins. Ja, het laatste puntje. Kijk, we kunnen het natuurlijk heel ver doortrekken. Wat gewoon voor mensen interessant is, is Bitcoin en daarnaast de altcoins. Mijn persoonlijke verwachting is dat je van veel altcoin projecten uiteindelijk hun projecten gaat zien. Hun use case, de producten die worden uitgerold. Mensen die het gaan gebruiken. Ik moet zeggen, in 2018 hebben we heel veel product launches gezien. Dus echt werkende producten. Ja. Maar het is niet meer geweest als klik, ons product werkt. Ja, er is nog niet heel veel ontwikkeling geweest daarnaast. Toch nog heel veel beta's. En Nog veel testwerk. We willen echt keiharde use cases gaan zien. Neem nou bijvoorbeeld een PoonieX met het betaalsysteem wat ze in hebben gevoerd. Zelfs in Nederland op bepaalde plekken kun je daar dus ook gewoon mee betalen. Met verschillende soorten crypto's. Hè? Ja. En dan via PoonieX wil je met bitcoin betalen, pas je er tegenaan en dan kan je gewoon betalen. Dat zijn wel serieuze ontwikkelingen gewoon. Ja, maar dat is uiteindelijk, dat heet adoptie. Ja, dat heet adoptie. Dat loopt voor maanden te prediken. Ja. Daar zit je op te wachten. En ik denk dat we daar, komt dat helemaal in 2019 tot z'n recht? Nee. Ja. Maar het begin wordt wel ingezet. Ja. Dus wordt 2019 het jaar van de crypto. Hij wordt in ieder geval beter als 2018. Absoluut. Katalysatoren, ETF en BACT. Mt. Gox en Tether hangen nog boven de lucht. Wat gaat daarmee gebeuren? Field pairings en de ontwikkeling van altcoins. Wordt 2019 het jaar van de crypto? Ik denk dat ik me eigen vasthoud aan het worden een beter jaar als 2018. Ja, en weet je wat ik wil? Nou. Dat de mensen die naar dit filmpje kijken even een reactie achterlaten... of zij ook denken dat 2019 beter wordt als 2018. Daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Sowieso vind ik het historisch gezien. De Bitcoin halvering, die doet vaak wel wat in de blokrate. Dat is pas in 2020. Ja. Maar goed, 2019 moet een beter jaar worden als 2018. De middelen zijn ervoor. Katalysatoren staan klaar. Ik denk dat we een beter jaar kunnen krijgen als dit jaar. En is dat lichtelijk een beter jaar? Dus zitten we ergens rond, ik geef hem maar weer een gooi. 12k, prima. Maar dan is het een beter jaar als waar we nu hebben gezeten. We gaan in ieder geval weer spannende tijden tegemoet. En we nemen jullie daarin mee. Ja. Vond je dit weer een leuke video? Abonneer sowieso op ons kanaal. Wil je een berichtje krijgen als we een nieuw filmpje posten? Klik dan even op de bel. Iedere zaterdag en donderdag hebben we een livestream. We hebben een druk bezocht Discord kanaal. Voor een vraag over crypto of voor de gezelligheid. Dus vind je dat leuk? Alle links staan onderaan de video. Ik zeg tot de volgende keer. Laters. Okay.